zijn we. Goeiedag, daar ben ik weer. Nou zijn we bij Uilenkast 2. Er is vanmorgen beweging geweest. Ze kan nog niet kiezen, de uil, waar ze naartoe gaat. Dus ja, het is nog even afwachten. En nou was je toch alweer een tijdje geweest, dus het komt best wel in orde. Als je goed luistert, dan hoor je de kraaien in de alarmroep. Kijk, nou is de uil, die vliegt nu uit, uit het hok. En dan, ja, dan vliegt daar een meter, hè. Er vliegt een meter uil. Dus daar schrik je echt wel van. En ik kan het je vertellen, want vorig jaar had ik die meter dus niet gezien die op me afvloog. En toen klapte die dus wel op mijn oor. En het was niet zo best gesteld daarna met mijn oor, met die klauwtjes die erop gezeten hadden. Dus, en dan weten die vogeltjes ook, dus die vluchten wel. En vandaar, meestal als wij geluiden horen in het bos, dan weten we dat de uil bezig is. Dat is een teken dat hij in de buurt is. De roofvogel dan.